We zijn nu aan het koos aan het uitlaten. En dit is het geluid wat je hoort. Inderdaad, niets. Heerlijk. En Koos? Koos is hier constant op zoek naar wilde zwijnen en wat zou het nog meer zijn? Hazen? Hazen? Nee. Nee, wilde zwijnen. Dat is een flink contrast met de afgelopen dagen. Zo werden we vanochtend wakker. Mist. Koud. Dat is ook zo gek, dat Koos gewoon niet naar binnen wil. Je wil maar buiten blijven. Ik snap er helemaal niks van. Het is hartstikke koud nou. Waait. Het is gurig. We gaan binnenkort dingen afzetten voor hem. Omdat dit gewoon... hij moet rennen. En dat gaat nu niet. En dat is gewoon heel zielig. We hebben even wat aangelegd voor Koos. Op ons terreintje. Even een schapennet gemaakt. Totdat we dadelijk helemaal een hek hebben. Maar dat hij in ieder geval... een klein beetje kan rennen. We zijn een lamp aan het ophangen. Nou, Robert heeft dus zijn petje tevoorschijn gehaald, zoals je ziet. Dit is dus wat hij ervan krijgt. Maar het is ook echt zo... Er hing hier echt een enorme TL-balk. Zo. Dus nou ja, die hebben we eraf gehaald. En nu moet die lamp opgehangen worden. Dus dat is wel weer heel gedoe. Maar goed, kom goed hè, Robby. Ja, kom goed. Gelukkig heb ik allemaal troep meegenomen uit Gaudia, uit mijn magazijn. Het is even zoeken op ons zoldertje. Maar je hebt het. Je hebt het gevonden. Ik heb dingen gevonden. De lamp hangt. De missie is geslaagd. Nou, ziet er toch best wel leuk uit. Best gezellig. Weet je, zo wordt het allemaal toch een beetje meer ons huis. Hey. Sorry. Koos is uitgeteld. Die heeft heerlijk gerend. Nou, zo wordt het een beetje